In Boswat gingen afgelopen zaterdag een rijwielzaak en bovenwoning in vlammen op. De brand was kort, maar zo hevig dat het pand als verloren kan worden beschouwd. De brandweer werd geassisteerd door korpsen uit omliggende dorpen en Sneek. Uit voorzorg werden de belendende pannen nat gehouden. Deze werden dan ook gespaard. In de getroffen winkel en woning was tijdens de brand niemand aanwezig. Wel werden enkele buren tijdelijk geëvacueerd. De brand in de binnenstad van Boswat had geen gevolgen voor de ploegenpresentatie van de Eneco-tour.